zaterdag 22 oktober werd een gedenkwaardige dag voor rooienaar Harry Scheutjens. Al vele jaren is hij namelijk aan de muziek verknocht. Daarbij was en is hij, naast muzikant, ook muziekdocent, dirigent en muzikaal leider van vele muziekgezelschappen. Daarom was lokale burgemeester Van den Berg speciaal naar het Vestzaktheater in Zon getogen om Harry aangenaam te verrassen. Uit haar handen ontving hij een koninklijke onderscheiding en werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Harry toonde zich hiermee blij verrast. De verdiensten zijn groot en daarom hebben wij deze onder de aandacht gebracht van Hare Majesteit de Koningin. En ik mag jou meedelen dat het haar heeft behaagd om jou te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Er is echter nog wel een heilige plicht verbonden aan die onderscheiding. En dat is dat je nu natuurlijk niet mag stoppen. Je moet er nog een hele tijd gewoon mee doorgaan, maar daar hoeven we denk ik niet zo bang voor te zijn. En ik denk dat ik de bloemen wel aan mevrouw Scheutjens mag overhandigen. Want zij heeft denk ik heel veel thuis gezeten terwijl Harry op pad was voor de muziek. Dat is goed, hè. Want het is toch een echt een kroon op het wat je altijd gedaan hebt. Hè? Want ja, jij bent, ik kan wel zeggen, muzikant in hart en nieren. Ja, ik heb een heel leven lang muziek gemaakt. Hè? Ik heb 4 jaar in dienst, eerst bij de huzaren, maar toen nog 2 jaar daarna bij de Koninklijke Militaire Kapel gezeten. En ja, toen ben ik daarna naar de Vielsharmonie gegaan. Zo is het allemaal. Hè? Dat... Maar je bent de verantwoordelijkheden niet uit de weg gegaan, want je staat nou ervoor. Ja, ik heb ben, maar ik blaas nog best veel thuis ook en ik val hier en daar toch nog in, als mensen bij nodig hebben. En ja, daar wordt toch ook wel altijd nog een keer 6-7 per jaar gebruik van gemaakt. Hè. Kortom, muziek is aan jouw leven niet meer weg te denken. Nee, echt niet. Echt niet. En je blijft ook doorgaan? Ja, zolang als je kan. Wij spreken, hè? Dus ja, als ik mijn leven altijd mag blazen en dirigeren, dan zul je mij niet horen. Dat ik er ergens over klaag. Oké, Harry, dankjewel. Oké, dankjewel.